Welkom bij Dipsaus, het programma door vrouw van kleur voor vrouw van kleur en iedereen die geïnteresseerd is in een ander geluid. En dit is alweer een bonusaflevering, maar ik ben niet alleen. Nee, nee. Ze zijn er! er. We mogen meedoen. Want yes. yes. <laughs> we have a lot to talk about. Ja. En dat wilden we gewoon een keertje met z'n drie'tjes doen. Ja, ja gewoon girls alone. Ja. Zellig toch? Ja, onwijs. Yes. Ik heb er zin in. Oké. Okay. Ja, ja Ibise, jij, <laughs> jij had echt een punt te maken. De, um, ja, klopt. Want uh, het begon eigenlijk. Gisteren werd ik wakker. En kennelijk was er in Amerika. Hebben ze de Black Panther movie. Wat in februari 2018 uitkomt. Ze hebben de teaser. Uh, gereleased. Is dat uitgebracht? Uitgebracht. En uitge, 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 <laughs> natuurlijk. Twitter went, just blew up. Black, Twitter, It, Black blew up, yeah. Twitter blew up. In such a nice way. En op een gegeven moment. Uh, Gingen wij ook natuurlijk erop reageren? En dat, dat, dat Want, how, een... how did it blow up? Wat blow gebeurde up in er? de zin van iedereen vond het natuurlijk te, te gek. Uh, want het oh, ja. is een uh, film about Black Panther. Black Panther is an, een van de vele karakters uh, uit Marvel, Marvel Comics Marvel. Series. Voor ja. the people, I mean, ze hebben, I don't know. Ja, dat weet ik veel Superman, al die hele gedoe. Kijk, je hebt DC Comics en Marvel Comics. Wonder like, Woman is DC Comics. Yeah, I don't weet know ik. who's with whom. I don't know who's with whom. But uh, Black—you have Black Panther, you have Captain America, you have Iron Man, you have Wonder Woman, you have X-Men, X-Men, you have Batman, Black something okay, yeah. or other. Okay, yeah, I got it. I'm anyway, Yeah. yeah. <laughs> Ik vind comics heel saai, maar goed. Nee, het ja. is helemaal niet zo heel leuk. Ik vind het ook echt heel leuk. Ik vind het echt superleuk. Ja. Hoor. Maar ik weet, ik heb er geen Het in. En iemand, meestal een man die de held is. Die ja. de wereld redt. Ja. Nee. ja, ik wil wel heel graag Wonder Woman zien, maar dat is heel problematisch. Omdat de actrice, zeg maar, um, zionistisch is. En dat is dus een beetje. Dus dan denk ik van ja, moet ik dan gaan betalen voor zo'n film? Voor een vrouw die heel problematisch is. Je kan het online streamen, joh. Dus ik ga het, ja, ik ga het inderdaad <laughs> online kijken, streamen. Ik want ik, vind, ik heb toch wel een zwak voor Wonder Woman. Oh. Maar dan is het juist. Een, weet je wat voor grapjes er zijn gemaakt? Zeg maar? Zij, dan heb je de actrice die kijkt heel verliefd naar haar co-acteur. Uh, co uh, kijkt ze heel verliefd en dan hebben ze er allemaal geintjes boven gezet van. Oh, she's looking at him like a Palestinian house. <laughs> nee, oh my don't no. laugh oh at me. God, dat is echt verschrikkelijk. Oh. Dus ik hoef echt niet een film te zien van, van zo'n chick. Weet nee, je wel? Wie dat maakte ik... de grap? Dat heeft zij... Heeft zij? Nee, nee maar, haar maar dat, maar dat is het. haar Maar dat is zeg maar... Maar goed, ik wil heel veel... Want ja, even Black Twitter knew yeah, 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 up. Maar yeah. vonden, waren ze enthousiast over... Het feit dat het is een film... About Black Panther, maar it's made by a uh, black, uh, I think a black writer and even a regisseur. Ik weet het niet zeker. Kunnen we dat even, even googlen? We, het, we mogen niet googlen, want we moeten op airplane mode. En, maar het interessante is dat de cast is volledig zwart, behalve twee witte mensen. En ik heb me gisteren laten vertellen op Twitter dat die twee mannen eigenlijk de bad guys zijn. Which is like pretty cool. Like there are a lot of black people and two uh, gemene white people. Gewoon die eigenlijk will. echt in de wereld het was. is. <laughs> yes, it's like was word. niet. Maar Tanahisi Coats. Tana Hussy, Ja, die heeft het. Uh, toch so, heeft ze daar een you Guys, you're mixing up your Black Panthers. Oh, uh, ja. Oh, die heeft, die heeft een personage bedacht, geloof ik. Nee, ja. nee, nee. Kijk, Black Panther uh, is een personage bedacht door two white men, I think, in 1966. Maar om de zoveel tijd komt er een remake en ze ja. hebben Tanahisi Coats gevraagd om uh, een hele nieuwe serie Black Panthers ja. opnieuw te schrijven. Dus oh, hij heeft de tekst bedacht de en de comics. Oké, okay, maar en niet, hij, de film, niet, nee, de niet de film, hij, niet scenario. Nee, niet de film, niet het scenario. Oké, okay, maar goed, je wilde een punt ja. maken. Dus gisteren de release of the trailer. En Black Panther is uh, a guy from a fictional African country called Wakanda... Nee. Uh, Wakanda is ergens in noord east in west afrika. afrika maar de noordelijke kant van East-Afrika. Oh, dus zit ziet hij er nog heel wit uit waarschijnlijk. Nou, ja, nee, nee. Zoals we in het Lezenam al, de kaas is like volledig black, like very black. De scenario schrijvers waren, by the way, zwart. Onze regisseur Nico Terborg yeah. heeft even opgezocht. Ja, yeah, scenario schrijvers zijn dan ook zwart. Dat was wat het interessant. Okay. Ava DuVernay bowed out. They asked her to make the uh, film. Ah, 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 hij heeft de waar hij zou het regisseren. Ja, maar ze zei van ik wil het niet doen. En, en waarom niet? Weet dat we weet dat? ik dus niet. Dat oh, wil ik ook misschien nog Misschien even... omdat het de comic is. Misschien of, is dat gewoon niet haar, haar ding. Of ja, dat zou ook best eens kunnen. Maar in ieder geval, het is op zich wel echt goed. Het is like een all-black cast, Black Panther, heel erg. Hij komt uit Wakamba. Wak Wakanda. <laughs> Wakanda. Wakanda, Wakanda, Wakanda. Wakanda. Dus op zijn Amerikaanse was hij like Wakanda. Wakanda. Oh my God. <laughs> from. Hoe komen ze daar nou mee weg? From the African country. Maar hoezo niet? Komt niet echt uit een land? De, ze dus kunnen toch hmm. ook gewoon zeggen. Maar die, die comics is altijd allemaal fictional. Ik bedoel, hebt Thor die uit uh, terugkomt, Bahalla. uit de Listen, tijd. No. Uit nee, Bahalla. maar ze verzinnen, no, mythical. Ja, mythical. Ze, verzinnen, ze verzinnen toch geen landen? Ja, Mythical. Ja, ze verzinnen toch geen landen? Amerika is zogenaamd zo ja. echt Amerika. New ja, maar dat is wel waar. Batman, maar, dus komt, komt, dan raar. Raar. Batman komt wel uit Gotham, Gotham. City. Gotham, dat Gotham dat City. Wat is Gotham City? Het is toch gewoon New York. Ja, maar het is niet echt. Het wordt wel Gotham. Genoemd oh, maar okay. yeah. Goed. Anyway, het yeah, is ingewikkeld. Je wilde een punt Go, with maken. It. Go with it. Wakanda <laughs> in East Africa. <gasps> and, what blijkt? Dus like when you're listening to the trailer, the guy, Black Panther, he has like a vague South African accent. Echt? <laughs> oh Ik heb de trailer niet gekeken. Ja. Ja. Maar hij heeft een accent. Ja, hij heeft wel een accent. He doesn't have an American accent. Um, maar hij heeft dus een vague South African Southern Africa sounding yeah. accent. Hoe moeilijk is het, jongens? Lupita Nyong'o is ook een van de actrices. She's from Kenya. Yeah. Ask her yeah. to like Neem teach him how hisjes, to do ja, the East African big East African accent. Ja. Yeah. Dat is één, twee. De visuals. Het is heel erg dat Africa, de mythical Africa, wat heel veel Black Americans ook gewoon tof vinden. En Afrika als een land, alsof het gewoon één ja. soort. Ja. In op zich, oké, okay, we gaan wel. is Afrika ergens in Oost-Afrika. Dus ze hebben ook bepaalde elementen uit. Uh, East African uh, uh, ethnic groups, de Mursi, bijvoorbeeld die dan hun lippen zo'n zo, zo klei. Uh, ja, dat ding. is zo'n oh, Ze hebben elementen opgenomen. Dat vind ik wel ja. op zich wel cool. Ook de maasai uh, kledij, mm. maar nogmaals weer, het is het is Wakanda. Ik, ik weet dat. If comic book lovers are listening. I'm sorry. Ik weet helemaal niks van het uh, hele gedoe af, maar het is afgesloten van. Het is een, een soort van onontdekt verborgen. Uh, kingdom geweest, waar het is rich with some mineral. Een verzonnen mineral, waar alle uh, the Avengers of alle andere figuren hun, hun, hun metalen wapens mee maken. Dus het is like, it's, it's, a, it's a very. just like kryptonite will yeah. ruin. Anyway, something magical. En daar zijn ze rijk mee geworden. Daarom is het een heel rijk kingdom. Maar visuals. Het is een heel rijk kingdom. Black Panther is like driving this futuristic space machine. En dan kom je aan en mensen hebben tribal dingen aan. Oh, Daar yeah. is op zich niks mis mee. Yeah, je hoeft yeah, je, hoef je niet voor te schamen. Nee. Het, het beeld, voor mij het beeld van wat niet alleen white western people hebben, maar ook black westernized people hebben van yeah. Afrika, is nog steeds dat, dat mythische, traditional, mythical, in touch with the earth... Idee yeah. van Afrika, wat, wat ook weer iets exoticizing. Yeah, what, what, je, je wordt weer een soort it's van karikatuur en het is niet realistisch. En ik, yeah. ik denk, ik kijk ernaar, nou, ik denk van, het is 2017, als het nou in de 90s was of in... Uh, ja, ja, de, ook in de, daar, de jaren moet, kon je 80. er ook naartoe vliegen. Ja, nee, maar ik bedoel meer van. Uh, because of social media, je hebt nu veel meer. Nee, interactie. maar in Hollywood en zeker is ja. er gewoon genoeg geld. om research Precies, te ja. doen, om daar naartoe te gaan, nee, maar, een paar maanden te zitten. Ja. En de cultuur Nee, maar ook de, de popculture, American popculture... nu. er is zoveel invloed vanuit Afrika, African uh, writers. Uh, African music. Oh, maar zoveel dans ook. Dans. Heel veel. Heel veel wordt. De die, die pop culture is influenced by a lot of African artists, like with, with, with Nigeria's of Ethiopië of mm -hmm. whatever. We het is niet de... meer zoals vroeger. Ja, yeah, het yeah. is niet meer zoals vroeger. Nee, dat het, er is, gewoon is, het is crossover. Het was niet een, een invisible uh, continent anymore. Nee. Er is zoveel interactie ik denk van het is 2017 doe je best doe je best en het is niet dus coming niet. to America all over in nee, denk maar dat vond ik ook maar, maar we hebben het ook wel een paar in privé <laughs> gehad over zeg maar dat is het dan de appropriation zeg maar wat African Americans doen wanneer we het hebben over um, kunst uh, dans muziek dat van het Afrikaanse continent komt en dat dat dan zo wordt toegeëigend. volgens mij wordt het is, is er wel heel veel samenwerking en is het inderdaad gewoon financieel hè, begrijp ik dat er ook financiële samenwerkingen zijn. Zoals bijvoorbeeld Klot. artiesten ja. zoals Kendrick Lamar of Beyoncé van die grote sterren. Die betalen wel gewoon in ieder geval netjes. Toch? Voor de mensen waar ja? ze mee werken. Okay. Wat ik heb, zoals ik ja, dat het, is waar. wat ik erover heb gelezen en begrepen. Maar dat zal niet voor inderdaad overal gelden. Ik ben benieuwd. Hoe het zit met zo'n studiofilm. En oké okay, dat er zwarte scenario schrijvers op zitten. En misschien ook zelfs een zwarte regisseur. betekent niet dat de studio-eigenaren. natuurlijk niet. En die zijn allemaal echt. Nee, nee, nee. de film zeg maar, ja. exploiteren. Nee, maar dat die dat, wat die zwart zijn. Wat ik denk ik ergens uh, interessant vind. is dat aan de ene kant. en meer is also. their uh, their roots. I mean, they have a claim to the African continent. Ik vind niet dat wij. Uh, kunnen zeggen ja. van ja. hé, hey, het is van ons niet van jullie. Maar ik denk dat we wel altijd. in ons achterhoofd moeten houden. dat wat het idee van Afrika wat, kijk, de American cultural dominance on, on the world yeah. stage is huge. Yeah. huge. Zij bepalen pop culture op, op meerdere niveaus. Film, muziek, tv, TV yeah. dat soort dingen. Dus het idee, mijn probleem is dat het idee van Afrika, die, die ook zwarte Amerikanen produceren, de wereld overgaat. Dus iemand in China of in India denkt, yeah. dat is Afrika. Daar, daar heb ik moeite, want they they're exporting an idea of Africa, which is still yeah, primitive. And an yeah. idea of blackness. And the idea of blackness. En and, and, Hetzelfde met de dear white people. There's a one the oh, TV series nee. in Netflix. There's ja, one... Yeah. Uh, ik kon het niet kijken. Ik kwam echt niet verder dan de eerste aflevering. Can, me, nee, there's, one Kenyan, uh, maar, ja. there's one Kenyan student. There's one Kenyan student. En hij is een karikatuur. Dat is echt gênant. Dat is gênant. Cool. Als, 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 als het een wit film was, zouden yeah. we allemaal... Allemaal pistols. Black echt, people echt. would be in America as well. Ze zullen allemaal <laughs> volledig ja. afbranden. Dat maar because niet. it's made by a black person. It's about black people. African American, American black people. Ja, yeah, African yeah. American black people, dan heb je één één African. eh uh, one go from can die op die uh, de Hij university. is een karikatuur. Het is echt genant. Van van en dat dus dat is dit En een een JJ Bola, Hij is he's eh uh, uh, I think he's from Mali, I'm not sure. He's okay. a writer based in London. Fra Frank Afrik. ik moet even goed op opzoeken ja, wie. Dus, komt op de show. Ja, wel. Het komt op, op de show. Uit, en hè? hij ging tweeten. Hij zei: There's also we need to discuss the anti-Africanness that Black people have. dan bedoelt hij the African, -American. African Americans. African Americans, ja. Hij had het over African Americans. Of het nou in Amerika is, ook alsof, like uh, in uh, Britain heb je ook natuurlijk British Blacks who are from yeah. Jamaica and all uh, the Americas from the Caribbean. Die hebben ook een andere idee van wat uh, een idee van. Afrikaans ja. en al die negatieve stereotyperingen. Het Suriname, is. is Suriname ik heb het ook, ook meegemaakt. Nee, het is zo idies, i, interessant. Ja. Dus ik ik ben natuurlijk ik ben niet Surinaams, maar ik heb heel veel Surinaamse vrienden. En ik weet nog dat toen ik voor het eerst naar Suriname ging en ik ook natuurlijk uh, zeg maar het binnenland in wilde en ook uh, uh, de Marons, hè, dacht ik ook echt van, nou dat zijn natuurlijk de helden. In Suriname, want die zijn gevlucht. Ja. Die hebben hun eigen denken? maatschappij ja. opgericht. Die, die, die spreken nog een taal die heel dicht bij het West-Afrikaanse ja. continent mm -hmm. hoort. Hebben de tradities nog de taal. Het is prachtig als je daar bent. Nou, ik was echt alsof ik gewoon ja. nee, in Cameroen met mijn familie was. Ik vond het gew heerlijk ja. geweldig. Maar zij zijn helemaal niet helden. Sterker nog, die staan echt gewoon on, hè, onderaan zeg maar de pickorde. Ja, yeah. ik vo, maar zo heftig. En is era, dus white, ik, 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 Zo ik, heftig ik, is yeah. dus white dominance. Zo ik, ik, heftig is dat dus dat deel van het westernized idee van wel of niet, civilized. wat of niet civilized. Is. Mm. Civilized versus uncivilized. En omdat natuurlijk de uh, black diaspora in uh, North amerika en South amerika en Caribbean uh, westernites zijn, zijn. Ze zijn gewoon Westers. Ze zijn niets anders dan het Westen, omdat dat that, what they grew up in. Dat idee van wij, het Westen, zijn geciviliseerd en Afrika is still. Dat, 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 is, dat krijg je gewoon mee. En dat is heel lastig, denk ik, omdat. Dat is niet... dat mythische motherland waar we allemaal maar verder. Ja, uh, maar ook een beetje. Maar fossie. ook een beetje van oh, uh, fresh of off the boat. Ja. Little bit. Ze ja. weten niet hoe ze zich moeten gedragen. Ja. En de kleding die ze dragen. Ik erger heel... me daar echt dat aan. Als ik dan ik erger daar me echt aan als ik dan naar podcast aan het luisteren ben en dan. En um, al mijn podcasts die ik luister, zijn van mensen, uh, people of color. En dan de meeste uit Amerika. En dan wordt er gezegd van. Yeah, and they were from the uh, African culture. And there was African singing. And there were African Af drums. African, African, or African. there were African clothing. Be more specific. Ja, yeah. ja. <laughs> yeah. Noem een land, noem een regio, noem iets. Dat is zo fijn van inderdaad van uh, Another Round. Omdat we daar inderdaad een African-American ja. girl hebben en een Ethiopische American ja. girl. En die kan veel meer uit de gebruider Maar Ik merk daar weinig van, om eerlijk te zijn. Laatst had ze het, het over de... het voorhoofd. Moet je ja. meteen aan jou denken van Dat is ding. <laughs> hey, <laughs> die had het weer over het voorhoofd. Dat was zo grappig. Lineaal erbij gepakt. <laughs> the forehead, don't lie. That's how you recognize your. Uh... East dan? Africans in general. Maar wat gaan we doen? Gaan we Black Panther kijken? Ja, yes, ik ga. Definitely. natuurlijk. Ik ben, ik ben gek op die comic films. Ja. Dus ik... Uh... Nee, ik ga wel kijken. Uh, een van de reacties uh, in dat geheime uh, Twitter DM groep dat wij hebben. Ooh. Gaan we niet lekker zeggen Ooh. wat het is. <laughs> <laughs> een van de uh, argumenten die uh, naar voren werd gebracht was het feit dat uh, young people, especially black people, of het nou black uh, African-Americans zijn of from African diaspora. We hebben voorbeelden nodig. Ja. Dat is wel waar. En het is, er is een tijd geweest dat er heel weinig uh, black-centered TV-films waren of films die gemaakt werden. Maar het is nu de laatste tijd. Heb je, ik heb hier een mini-lijstje gemaakt. Je hebt Blackish, Atlanta, Queen Sugar, Empire, Get Out, Moonlight. Die echt ja, heel succesvol zijn. En Dear White, People zijn heel succesvol. We hebben laten zien dat er if you have a black-centered film, dat het gewoon. Uh, Verkoopt. Verkoopt, ja. Mensen dus, kijken. Ja, mensen kijken. En bijvoorbeeld, especially Queen Sugar. Ja, dat geldt ook voor die media, hè? Dat ja. is al jarenlang ja. wat kaskrakers, ja. maar ja. hoe problematisch. Ja, nee, maar kijk, er zijn ook gewoon minder problematische uh, series. Zoals uh, Black is probeert het echt gewoon. Ja. iets lekker baanrekening. Dat is geweldig. Queen Sugar ook. Maar they get all of ja. these things right. Wel, heel veel. Ik vind wel, sorry hoor, Queen Sugar, ik, ik, daar kon ik dus niet verder komen. Want ik vond het wel heel veel, um, hoe heet het nou, uh, 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 suffrage porn heel veel ja, met armoede ja. en ja. drugs en dit en dat. Ja, maar heel ik, mooi gefilmd. Nee, maar, maar, oh. maar ik vind het wel. Maar ik vind wel. Ik vind het wel realistisch. Ja. Ik vind het nee, niet. Nee, het is realistisch, maar het is niet het enige narrative. Er is echt ook meer. Ik bedoel, ik heb natuurlijk. ook drie jaar in ja. New York gewoond. Ja, natuurlijk. natuurlijk je hebt, ja. Uh, maar je hebt ook ja, ik zat daar echt tussen intellectuelen, weet je, in, inderdaad, mm -hmm. in Harlem met 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 En dat was dan weer Ja, ja dat, is dan meer dat, is dan meer dat is dan weer Black is Maar dat is dan weer heel commercieel. Ja. Je hebt ook een, ja. een hele, wat ik miste bijvoorbeeld bij Dear White People, is de rich intellectual culture die ik ja. daar kende in New York. Ja. Okay. Die, die dus ook niet zo inderdaad um, uh, 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 cliché is. Ja. En dat heb ik, dat zie ik nog heel weinig. Zie ik ook dus niet in is, uh, want daar ja, zijn in ze niet zo intellectueel. Van, uh, en ook niet bij Queen's Sugar. Ja. Dat, dat zou ja. ik heel interessant vinden, ja. Dus niet alleen popculture wise, maar intellectueel. Gewoon de academische Loopt. wereld. Loopt. Die ook zo iemand als ik laatst in de podcast van Another Round was Kimberly Crenshaw. En ja. ja, die zit gewoon ook lekker Hennessy te drinken. En daar kan je enorm heen lachen. En dat is een academicus. Ja. En zo ken ik Intellectual ja, Black New course. York. Die zijn people. er. Ook. Tuurlijk. Die, zijn die er wil ook. ik meer ja. zien. Ja, die zijn er ook. Dat zou een leuke serie kunnen dat zijn. Het zou te gekke serie zijn over zwarte academische. Mannen like en vrouwen. university. Ja, ja. ja, in 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 New York. Dat ja, was wat de White Whip was supposed gaan to be, hè? Dat dat was wat de white people was supposed ja, to be. Zijn maar daar gaat het gaat toch om studenten? Ja, maar het gaat om studenten inderdaad. Nou, en het gaat heel erg over racisme, natuurlijk. Ja. Hè? Maar ik, dat, Wat ik. The point that I was trying to make. Ja, was sorry. dat het feit dat. Oh, dat is <laughs> ze, <al> ze <laughs> nee, Dat geeft niks. Ze heeft je twee keer gevraagd. En heeft ze heeft je twee keer. Wat is nou je punt dat je wilde maken? Stop, in nee, We hebben nog zes minuten. Ja, maar wat ik wilde <laughs> zeggen is. Like, ze proberen wel echt. Ook minder problematisch. Echt goede series te Maar zoals of het nou. Uh, Queen Sugar is, of Moodlight. Of uh, Blackish. Dus hoe moeilijk Insecure, is het. To get sorry. it. Ja. Yeah. Hoe moeilijk is het to get this? To just. You know. You have, an, you have a character from an African country. Doe je best. Yeah. Ja, omdat ja. ik denk Google. toch... Net als met vrouwen en met alle ja. ismus... Of dat er inderdaad als er een gay character is... Dat je ook, dat je ook gewoon cringed. Het is nog steeds gewoon... Het verkoopt voor de massa meer... Als het inderdaad een karikatuur is. Nee, maar, het is maar het is echt... Die, vooral die van Dear White People. Het is zo beledigend op... Alle niveaus. Ja. Ik denk van je kan. Je hebt het over ras, je hebt het over racisme, je hebt het over representation. Ja. Meerdere lagen die ze laten zien. En dan, wat ja. doen ze? Ja. Random. Maar Coming zo Africa, werkt karikaturaal. Ja, maar remember, zo werkt culturele yeah. en sociale yeah. en maatschappelijke yeah. onderdrukkingen gewoon yeah. heel erg. Dat yeah. we, of wij dan niet, maar als je er wat minder van af weet, dat je er toch ook om moet lachen. Zoals wij, dat is lekker mezelf spreek ik misschien nog sneller om inderdaad een cliché gay character te yeah. lachen. Omdat ik het zelf niet ben, snap je? Yeah. En dat is het. En and daar think, spelen ze op in. Dat is heel fout. En ik denk ook echt, ik vind ook wel dat we of the Afri people of African descent. Uh, ook veel meer pushback moeten Absoluut. geven en meer vocal moeten zijn in onze kritiek naar uh, Black ja. America toe. Van, we zijn al lang blij dat er is een black film. Dat we denken van, oké, okay, je neemt het voor lief, maar ik, nee, ik moet nu, ik heb er zijn. geen zin meer in. Nee, in de uh, in, in nineties ik heb meegelachen met uh, Eddie Murphy en zijn un grapjes, maar no. Ja. 2017, no way. Af. Ik ook. Zo ik schaam me dat ik meegelachen heb. Gelachen. Is. Ja, ik het ook is, een is open open zo naar. Te ook. Oh. Echt. ook gewoon. Seksisme. Ik ja. zat laatst nog te denken. Dacht ja. ik, wat was dat een verschrikkelijke scène van de film van Eddie Murphy? Dat hij dan op zoek is naar de juiste vrouw. En dat hij dan, als hij dan weer een van de one head Centers had. van ja, hij mag dat natuurlijk. Want iedereen is helemaal niet. Yeah. erg. Dat hij dan de deken omhoog deed. om te kijken of ze wel mooie voeten had. Ja. En dat ik ook zoiets had van: oh, ze heeft geen mooie voeten. En dat ik me zo bijna oh, schaamde voor nee. mijn eigen voeten. Want ik heb van kleinste van gedansd. Dus ik heb hele lelijke voeten. Ik verzorg ze heel goed, maar ze zijn niet gorgeous. Van weet je, door dansen. Maar dat ik ook van: oh, het dat ik denk van: what the bloody. Yeah. Heel man, yeah. rot op, yeah. <laughs> rot op. En ik denk dat het zo so seksistisch yeah. en en, en uh, gewoon. M I think we change. Want we watched uh, the special van Dave Chappelle samen. Ja. Yeah. We yeah, waren yeah. echt, ik denk 60 waren van we keken elkaar echt Is zo niet af grappig, van. Hè? Nee. Nee, Mag het? De, Mag is het, het, is het? Is het grappig? Hoezo? We wisten het gewoon echt niet meer. Nee, oh. ik, 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 ik vond hem niet meer zo scherp, dus makkelijk. En, en, en comedians toen, uh, zijn daar pissed off over. En Amerika, ze gaan ook niet meer naar colleges. Ze willen nee. op heel veel plekken niet meer optreden, want ze kunnen hun grappen niet meer maken. Ja, wel boehoe for you. Ja, well, echt. Want, echt good hoor, riddance. Heel goed good riddance. Wel, ja. toen ik, ik maakte cabaret natuurlijk ook uh, hey, al uh, jaren geleden. En als ik dan grappen wilde maken over inderdaad, vrouw, vrouwelijke seksualiteit, Zeiden echt al oh, mijn mannen collega's. Nee, maar dat moet je niet doen. Nee, dat is gewoon smerig. Snap je? Dus dat was zo normaal dat ik ook zo van oh. Oké, okay, ja, nee, dat klopt. W wacht even. Dus het Ah, echt. Ja. Nee, klaar. Gewoon, meer je best Maar door. wij vroegen ons dus af met Dave Chappelle: is it us or is it him? It's him. Ligt It's het him. nou aan ja. ons dat wij zo nee. veranderd zijn in de afgelopen nee. tijd dat wij de Hij is niet nummer... mee veranderd. Hij is niet meegegaan met. Ja. En, en het is ook, wat hij ook probeerde te doen is to push back against de zogenaamde. Uh, Ophef. Yeah. Dat elke keer over social justice. He yeah, was trying to be cute, Maar het yeah. ja. ja. werkt nee, gewoon niet. Het werkt niet meer. Moeten inderdaad meer. creatiever zijn. Maar je ja. kon niet meer weg met uh, problematiek. en vrouwen yeah. kunnen niet inparkeren. En weet ik veel, dat soort gezaken. Yeah. En And he was making omverver... a lot of uh, jokes uh, ten koste van gay people. Ja, ja oh, echt echt zo erg. Zoiets van I can do this. En het is gewoon echt yeah. laten zien van luister, I'm still edgy. I'm gonna do this. Ja. Dat, ja. dat gevoel had ik erbij. Ik vond niet maar uh, dan moet je weer steeds weer even doorschemeren van ik snap het heus wel hoor. En het mag, niet, ja. Ja. mag ja. niet, maar ja. ik ja. doe het toch. We gaan ze ja. allemaal in ieder geval. Uh, ja, ik heb laatst weer Sister Outsider gelezen. Ja, daar staat het allemaal in. Ja. En wanneer, van wel wanneer is dat boek? 82 of zo? Audre Lord. En dat is uit de jaren 80. Dus iedereen moet het gewoon weer gewoon gaan lezen. Maar Jan, wat fijn dat we erbij mochten zijn de ik mag bij de bonusafleveringen zijn. En, um, Nieuwsbrief, hè? Ja, die komt. Ja, Ja, dus, um, De bonusaflevering, ja, die popt op. Dus jullie horen dit wanneer jullie het horen? Ja. En blijf ons volgen op al onze social media. Ja, Instagram. En uh, abonneer op onze nieuwsbrief. En met dank natuurlijk zoals altijd aan onze partners. Dat zijn Salto, Revue, en... nieuwsbrief en uh, Stimuleringsfonds van voor de journalistiek. En ook inmiddels Stichting Democratie en Media. Woo! Woo!